De borrelbox. Dankjewel voor het bestellen van de borrelbox. Ik heb hem hier even uitgezet voor jullie. Ik heb hem in bakjes gedaan, wel zo gezellig. Ja, je mag hem ook in de plastic bakjes laten zitten natuurlijk. Ik ga ze even allemaal af. We hebben de Mexicaanse salsa, lekker fris. Goed te combineren met de burrata. In principe is het je eigen feestje, dus ja, je mag alles bij elkaar combineren. De Spaanse olijven, er zit nog wel een pitje in, dus pas op. Anders moet je morgen naar de tandarts. Avocado crème, lekker fris. Wel lekker met de zalm, maar wat ik zeg, het is jouw feestje. Gemengde nootjes zitten erbij als verrassing. De burrata, die hebben we mooi losgeroerd, aangemaakt met wat olijfolie. Daarbij is weer een apart bakje met olijven crumble. Lekker om die eroverheen te strooien. Maar die olijven crumble kan je ook een beetje op de salsa doen als je wil. De steak tartare, die komt onaangemaakt mee. Er zit een bakje bij, dan moet je even doorroeren, dus zoals dit. En dan is hij lekker op smaak. Als we dit van tevoren hadden gedaan, dan wordt hij wat droger en dan wat bruiner. Dus dat laten we jullie lekker zelf thuis doen. En nog twee dipjes. Een basilicum dipje met wat pesto erin en een tandoori dipje, die is wat pittiger. En dit gaat allemaal vergezeld met deze tostades. Lekker krokant gebakken tortillas. En ja, die kan je dan lekker gewoon gebruiken om lekker alles op te snoepen. Fijne avond!